Ga dan gewoon weg. Ik wens je oprecht een fijne dag. Doe het door, echt. Ik zweer het, schat, doe even. Ik kan. Ik zweer het je moeder. Hi Mervin, jij bent de organisator hier van het pro-Palestina-protest hier in het mooie Zaandam. Vertel, wat doen we hier vandaag? Wij zijn hier om op te komen voor de Palestijnen. Hun mensenrechten worden enorm, dat is nog een understatement, geschonden. En wij hebben hier in Zaandam een heel concreet voorbeeld van een Israëlisch bedrijf wat in Israël mensenrechten schendt. Een dochterbedrijf daarvan gaat hier nu de bussen doen. De busdiensten rijden naar Amsterdam. En wij vinden dat eigenlijk echt niet kunnen. Hoi Max, hoe gaat het? Ja, redelijk goed. Wel, ja. Positief in het leven, maar toch strijden voor de mensheid, voor de mensen in nood. Tegen genocide, onderdrukking. Dus ik ben tegen terrorisme. En oorlog is dus nooit tussen burgers, maar tussen legers. Maar ja, wanneer Palestijnen geen leger hebben, dan hopen ze dat Hamas hun helpt. En Hezbollah en buitenlandse legers. Ja. En dat valt al jaren tegen. Wij gaan heel eventjes kijken wat deze mensen gaan doen, Max. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, ik hoop dat ik genoeg zendtijd krijg. Ook komend weekend, zondag, allemaal komen. Ja, oké. Okay. Ponyus komt. Ja, dankjewel, Max. Niet framen. Oké. Hamas, kies voor het volk, eerlijk oorlog voeren. Leger tegen leger. Laat burgers erbuiten. Dat is mijn mening. Zo'n beetje te laat. Burgers tegen legers. Okay. Dankjewel, Max. Where are you from? I am from Iraq. Oh, from Iraq. Okay, now... Now there is weapons. They bomb white phosphoric bombs to the people there, and this is forbidden all over the world. But for Arabic people, for Palestinians, it is okay. For Iraqis, it is okay. It is my land also. My people's dying. We have to stand for the right of the people. What do you think about Hamas? Because that's a difficult situation, right? Hamas is freedom fighters. I think they're terrorists, right? No, I don't think. I am sorry. They are not terrorists. People who fight for their land, they are not terrorists. Nou, na 75 jaar bezetting kun je niet zeggen dat... drie weken geleden iets begonnen is. Maar terroristische aanslagen zijn natuurlijk wel nieuw leven ingeblazen. Van zulke grote proporties. Hamas is wel een festival opgegaan met honderden jongeren. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel ook waar. Maar de Nederlandse regering neemt een heel duidelijk standpunt in van tussen deze twee partijen. Maar jij toch ook? En, ja... Er zit best wel veel woede bij heel veel mensen. Waarom ben je woedend? Ik ben woedend dat mensen geen water hebben, geen elektriciteit hebben. Maar ben je ook woedend omdat het iets met geloof te maken heeft of dat niet? Dat heeft niet met geloof te maken. Ik denk dat als je mensen bent, dan moet je echt voor Palestijnen zijn, voor mensen. Het is gewoon een Palestijns land. Het heeft niks met... Israëli's zijn ook mensen. Er zijn ook mensen, ik ben tegen moord van mensen. Dus als je Israëlische... burgers gaat vermoorden, dan ben ik zeker tegen. Maar het moord van het Israëlische leger ben ik wel voor. Dat wel? Ja, zeker. En als Israël dat dan doet bij Hamas, ben je daar dan ook voor? Wat bedoel je? Als Israël Hamas uitschakelt en die dus vermoordt, ben je daar dan ook voor? Is zo'n probleem, is niet mijn probleem. Hi meneer, gaat goed? Ja, gaat lekker, heb je een probleem? Nee, helemaal niet. Ik vroeg gewoon of het goed ging. Vervelende roze plopkap. Ik vraag alleen of het goed met je gaat, liefie. Het gaat heel goed met me, maar ik vind het wel een beetje jammer wat er gebeurt in Israël. Ja. En daarom sta ik hier zo. In de Gaza bedoel je? Ja, in de Gaza. En het is Palestina toch, of niet? Ja, maar je zei Israël. Oh, oepsie. Als iedereen pro-Palestina of pro-Israël is, dat begrijp ik nooit zo goed. Want waarom zijn we niet gewoon pro-vrede? Omdat Hamas al meerdere keren heeft geprobeerd te regelen. Niet onderbreken nou. Omdat Hamas al meerdere keren heeft geprobeerd om vrede te sluiten met Netanyahu, de PFLP ook. Dat is de Popular Front for the Liberation of Palestine. Toen heeft Netanyahu dus aan Hamas structureel geld gegeven. Omdat het sterk fundamentele islamitische organisatie is. Heb ik geen probleem mee. Maar ze vallen wel makkelijk neer te zetten als terroristen. Maar... Is het zo dat ze makkelijk neer te zetten zijn als terroristen of zijn het gewoon terroristen?
Ze zijn makkelijk neer te zetten als terroristen en precies hierom ga ik niet met jou roze. Maar waarom? Je mag toch... Nee, ik ben niet rechts en ik ben niet roze. Ik stel gewoon een vraag. Fucking racisten. Wat zeg je nou? Ik ben helemaal geen racist. Ik vraag je gewoon een vraag. Doe even lekker rustig aan, zou ik zeggen. Ja, doei liefie. Ja, ga dan gewoon weg. Ik wens je oprecht een vraag. Wat doe je doen? Echt. Ik zweer het. Schat, doe even. Kanker. Ik zweer het je moeder. Zegt hij, wat is er nou aan de hand? Doe even rustig. Take it easy. Take it easy. Doe maar rustig. Ik ben geen racist. Ik stel een vraag. Dat is het einde. Gaat het goed? Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.